De Aston Martin DB5 uit 1964. De eigenaar is natuurlijk James Bond geweest. Het kenteken. Die kan draaien. James Bond, 007. Dat mag duidelijk zijn. En nog een keer, 007. En BMT 216A. De bumpers konden uitschuiven. Overigens werd dat helemaal niet gebruikt in de film. Je hebt een mitrailleur. Een Browning mitrailleur. Een telefoon. Er zitten heel veel accessoires in die auto. Waaronder natuurlijk het navigatiesysteem. De bediening van de schietstoel. Met deze knop. En hier is het bedieningspaneel van alle accessoires. Kortom, alles wat James Bond nodig had.